Vandaag was een belangrijke dag, want we hebben vandaag auditie gehouden voor de kindjes, de kinderen die in Daans de musical gaan meespelen. We zoeken eigenlijk twee groepen van 20 kinderen, jongens en meisjes. En dat is wel belangrijk, want dat moeten goede acteurs zijn, want in Daans, ja, daar klagen we eigenlijk de kinderarbeid aan. Dat is niet alleen maar wat figureren en van links naar rechts lopen, maar ze moeten ook wel acteren en wat acterenervaring hebben. En daarom hebben we daar ons een tijd voor genomen bij Studio 100 om toch wel met de beste aan de slag te gaan. Bij de audities voor kinderen letten we vooral op dat kinderen het nodige lef durven tonen. Slammeren! Een kind dat heel verlegen is en teruggetrokken op het moment dat wij hier met twee personen een auditie doen, dat gaat ook heel compleet van slag zijn als ze daar voor een tribune staan van 1600 mensen. Dus ze moeten zeker het nodige lef durven tonen. We hebben liever iemand dat een beetje te veel geeft dan te weinig. Nini is een meisje dat mishandeld geweest is door de baas van de fabriek, gespeeld door Manu Kersting. Dus dat is een zeer gekwetst meisje. Dus die moet dat zeker kunnen overbrengen, de nodige gevoelens kunnen laten zien. En wat we ook vandaag hebben gedaan, dat is de kinderen. Na de auditie hebben ze het theaterisch mogen zien waar ze straks mogen spelen met ons. En de backstage, de ontspanningsruimte, de foyer, de passerel waar je van de backstage naar de zaal gaat. Ja, dat vonden ze allemaal wel heel boeiend. Er is zeker heel veel talent gepasseerd. We schrikken er telkens van hoeveel jongens en meisjes toch het lef hebben om, want het is niet niks om auditie te komen doen. Maar er zat echt heel veel talent tussen. We hebben ook heel veel kinderen gezien voor 40, 45, nu opnieuw voor Daans. En het ziet er goed uit voor de toekomst. Er is nog veel talent in Vlaanderen.